Nou, dat is een conglomeraat eigenlijk van investeerders. En die willen die. Wij hebben gesprekken gevoerd waaruit zeg maar is gebleken wat er niet van Suriname zou kunnen zijn. En als je gaat kijken naar de schulden van Suriname en de vooruitzichten van Suriname, waren wij samen met bepaalde mensen, groepen uit van Suriname, tot de conclusie gekomen dat als Suriname zo'n bedrag zou kunnen krijgen, of gefinancierd krijgen of geïnvesteerd krijgen, dan zal Suriname binnen nu en 5 jaar helemaal uit de financiële malaise kunnen komen. Dus we zijn toen op dat bedrag kunnen komen. Jullie hebben toen gesprekken gevoerd met de regering en er zijn presentaties gedaan. Jawel. Voor wie zijn deze presentaties gedaan? Kijk, presentaties gingen om 2 zaken. Dat moeten we wel even gesplitst houden. De ene zaak was eigenlijk de overheidsfinanciële steun die wij ook hebben aangeboden. En aan de andere kant hadden wij ook presentaties gegeven over de 9 megaprojecten die wij in Suriname willen realiseren. En dat is tegelijkertijd op de tafel gelegd bij de overheid, bij de regering. En als eerste waren wij bij het ministerie van OW terechtgekomen. Wij zijn bij meneer Deo Charman zijn we ook even gegaan om gesprekken te voeren. Voorzitter NPS, meneer Gregory Rusland zijn we geweest. We zijn toen via zijn wij bij het ministerie van Buitenlandse Zaken terecht kunnen komen met dit verhaal. En wij hebben bij VP eveneens een presentatie kunnen geven. En van alle partijen was de vice president het meest geïnteresseerde hierin. Die ook ons het meeste aandacht heeft gegeven. Waardoor wij met pijn en moeite alsnog een Zoom-meeting hebben kunnen houden met 1 van de investeerders en VP. En daarna? Daarna is misschien hetzelfde gebleven. Daar is het ook bij gebleven. Geen interesse, geen reactie, geen feedbacks. Na vele keren e-mails sturen en een beetje toch wel zeuren bij de regering van wat gebeurt er, wat willen jullie, waarom geen feedback. En zelfs op die request kregen wij geen reacties. Soms kreeg je wel eventjes een zinnetje of een woordje van je moet geduld hebben, je moet geduld hebben. Maar tussendoor was het de regering wel elke week in de media zwaar aan het huilen van we hebben financiële problemen in Suriname. Nou, dat was even onbegrip bij ons. Van het wordt je aangeboden, had minimaal aandacht aan besteed. Het doet je geen kwaad om een due diligence te kunnen voeren. Als je eraan twijfelt en als het een beetje too good to be true is, wat doet u om een half uur aandacht hier aan te besteden om te kijken of het fantasie is, een sprookje is of wat dan ook? Wie zijn de investeerders? De investeerders zijn, wat ik al zei, zijn conglomeraten. En wij hebben er 3. Ik mag de namen niet zomaar even in de media noemen. De investeerders zijn wel bekend bij de regering. En tot zover mag ik het wel brengen, maar niet in de public, zegt de investeerders. Dus iedereen heeft zijn geheimhouding eigenlijk in dit geval, omdat wij nog niet in die fase zijn om het te kunnen openbaren. Want er is geen aandacht besteed vanuit de regering daardoor, waardoor de investeerders zeggen, dan houden wij het even op deze pitje. Maar het zijn investeerders vanuit het Verre Oosten, dat is 1. Tweede investeerders vanuit het Europese gebied. En een derde investeerders vanuit het Amerikaanse gebied. En heeft de regering kunnen overtuigen dat deze mannen met legaal geld komen en geen zwart en wit als geld? Dus het zijn allemaal traceable, het zijn conglomeraten. De ene investeerder heeft te maken van government to government. Dus dat zit goed. En de Amerikaanse investeerder heeft connecties en kon de problemen van Oppenheimer zelfs oplossen. Dat aanbod heb ik begin oktober ook aangegeven. Dat als Suriname een probleem heeft met Oppenheimer, kunnen wij ervoor zorgen dat dat verschoven kan worden of opgelost kan worden. Zover zijn we gegaan. En op dat verzoek, aanbod, is er zelfs heel erg laconiek gereageerd, of zelfs niet eens gereageerd, vanuit de regering. Terwijl hij in de media was gekomen, maar dat zou je de $26 miljoen niet kunnen betalen. Ah, dat aanbod heb ik zelfs op een hele officiële manier, die vanuit een schrijver vanuit Amerika naar ons is gekomen,
heb ik dat ook doorgestuurd naar de regering. Geen reactie. Zal er wel zeker wat anders afspelen bij de regering hier. Tot slot, in welke investeringen wil men de 15 miljard Amerikaanse dollar gaan gooien? Nou kijk, dat is de keuze aan Suriname zelf. Hè. Kijk, Suriname heeft 4,1 miljard schuld, dollar. Suriname wil participeren in het oliebronnen, olieputten die ze hebben gevonden. Suriname heeft maandelijks 600 miljoen SRD aan vaste lasten. Dat konden ze voor 5 jaar ook vooruit betalen. En Suriname die heeft interesse om eigen projecten te realiseren. Nou, als je dat gaat uitsplitsen, dan kom je ergens tussen de 10 en 15 miljard. En dat is allemaal de keuze aan Suriname zelf. En Suriname wordt niet gedwongen om 15 miljard af te nemen via onze investeerders. Heb je 1 miljard nodig? Heb je 2 miljard? Heb je 4 miljard nodig? Dat keuze is aan jou. Maar kom uit die financiële slop, zodat je niet in een default status terecht kan komen of gaat komen. En van CCC naar B kan gaan, waardoor er meerdere investeerders geïnteresseerd raken in Suriname. Dus het keuze is niet dat wij jou opleggen, het keuze is dat je zelf kan maken in Suriname. En dat kleine gedeelte zelfs willen zij niet aanhoren. Dan weet ik zelf ook niet wat Suriname wil. Maar je moet dan niet in de media komen klagen dat het slecht gaat in Suriname.